Maar karma is dat jij dus niet coach bent geworden bij het kutprogramma van John de Mol. Karma is een bitch, bitch. Mooi man. Ja. Yes, ja, daar zitten we er alweer helemaal in. Hè, ah, lekker man. Voelt goed. Want het was een zware week. Ja, het was me het weekje wel, hè, Dennis? Vooral voor jou. Ja, het was me toch een week. Maar ik heb heel veel steunbetuigingen gekregen. Een bloemencorso ontvangen. Het stond hier helemaal vol met bloemen, kaartjes. Het was eigenlijk fantastisch wat dat betreft. Ja, wat je me vertelde was dat er allemaal talpa-sterretjes jou stiekem berichtjes sturen om te zeggen van... Nou, ik vind het wel heel goed dat je het opneemt tegen ome John. Ja, ik heb zelfs van heel veel mensen die bij talpa werken bericht gekregen... Wat ontzettend knap dat je dit durft. Dat is toch mooi. Ja, we gaan toch wel één naam noemen. Nee, niet, want dan worden ze ontslagen, want we weten hoe ome John is. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk dat Giel Beelen dat naar jou heeft gestuurd. Want die is natuurlijk boos op John de Mol. Die is nu, geloof ik, in de nacht op Radio 2 een van de kutshowtje te presenteren. Wat zei hij tegen je, Giel? Dat het heel goed voor mij was en dat het een kutbedrijf is. Ja. Zoiets was het. Ja. Maar goed, eigenlijk alles wat uit die gele tanden van die... Jan, dit krijg je een keer en zo krijg ik me nooit meer steunbetuigingen. Ja, er zijn er al BN'ers die steunbetuigen ons en beledigen die ook nog. Dus Giel, helemaal top. Maar als er is... toch één mislukte muppet is in Nederland, is het wel Giel Beelen met die gele tanden. En die doet dan de hele tijd of hier een leuk puberaal jongetje van 15. Giel... Dat vond ik oprecht leuk, dat waardeer ik. En van iedereen die ik berichten heb gekregen, dat waardeer ik ook. En we kunnen stellen, we zijn nu toch onafhankelijk, gaan we verder. Ja, dat kunnen we wel stellen, ja. En dan komt het jullie. Hartstikke bedankt. En we hopen dat ze het kunnen blijven doen. Weet je wat ik wel heel aardig vond? Dat de talpa sterren Johan Derksen en Wilfried Gené ons nog even bespraken in Veronica Inside. Ja, daar hebben we beelden van. Hè? Want op een gegeven moment gooide Johan toch ineens op dat iemand met padjas had gegooid. Boeken volgens mij wel een boek. Oh ja, ik moet wel zeggen, ik heb me geweldig gestoord aan die twee vlegels die onze badjassen tegen het gebouw van Veronica gegooid hebben. Ja, wie zijn dat? Ja, die twee... Dennis en Jan Roos inderdaad. Jan Roos, ja... Ja, Jan Roos, kijk, Dennis is een kwijt jongen. Maar Jan Roos is een volwassen man met een gezin. Hé? En er komt alleen maar onzin uit. Ja. Daar waren die prachtige badjas. Maar gooi ze eens tegen aan dan? Tegen het gebouw was een soort protest, wel met camera's erbij, weet je wel. Want als je zoiets belangrijks doet, zorg je dat de camera's bij zijn. Ja, tegen het pand waar niemand meer is, hè? Dat is in Amsterdam. Daar is het verkeerde pand, ja, zijn ze al lang weg. Ja, het verkeerde pand was dat ook, ja. Ja, en Dennis is een beetje teleurgesteld dat hij weg is bij ons toe, maar... Ja, maar Dennis die maakt altijd verkeerde keuzes. Hij is een aardig jochie, maar die is zo geil op gekke dingen. Dat klopt wel. Dat hij verkeerde keuzes maakt. En het is niet goed voor je carrière als je nu al als qua jongen met Jan Roos in zee gaat. Ja. Maar het is wel verrassend, toch, dat Johan dit zegt? Nou ja, goed, kijk... Jij bent gewoon een achterlijke gek, daar komt het op neer. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Kijk, maar het is een fantastische reclame natuurlijk. Maar wat wel heel opvallend is natuurlijk... We hebben een half jaar alleen maar gehoord van Johan Derksen... dat de vrijheid van meningsuiting stelt onder druk. En naar zijn aquasiegrapje, en dat moest allemaal maar kunnen. Ja. En nu gaat hij opeens roepen dat wij ermee op moeten houden... omdat het niet smaakvol is. Vind ik een beetje raar voor iemand die altijd roept... vrijheid van meningsuiting is er bovenaan. Maar laten we eerlijk zijn... Hij had gewoon corvée. Ik denk dat het heel simpel was. Kijk, want talpa kreeg wel heel veel kritiek op het feit dat ik moest stoppen met het geweldige badjassen-item. En toen heeft natuurlijk iemand die veel indruk maakt op het publiek normaal, is die waarschijnlijk even gebeld. Van joh, zeg even dat die knikkershow die op SBS6 was, dat helemaal toppie was. Oh, dat vond hij fantastisch opeens. Dat vond hij ook fantastisch. En zeg zichzelf even, wel voor lul. En zeg even dat Dennis niets kan en Jan Roos een klootzak is en dan hebben we de publieke opinie weer mee. Ja, dat is heel simpel denken. Maar ik had niet verwacht dat Johan zich daarvoor zou laten lenen. Nou ja, het gewoon een beetje corvée. Maar ik kan niet echt boos op hem worden, weet je. Want ik vind het ook wel een grappige man. Alleen... het was heel duidelijk dat hij dat opeens... Hij gooide er ook opeens in. Dat sloeg ik helemaal nergens op. Was helemaal geen aanleiding om erover te beginnen. Ja, en dan roept hij dat. En dan moet hij gewoon voor ome John de Mol... moet hij zeggen dat ik een debiel ben en jij ook eigenlijk niks kan. Het gekke is toch ook... Nou, hij was ook degene die zei... ik ga nooit meer met Wilfried aan tafel zitten. Totdat John de Mol belde en daar zat hij weer. Precies, maar goed. Het is gewoon heel simpel wie betaalt bepaalt. En dan kan je oma Johan ook helemaal niet kwalijk nemen. Ik vond het in ieder geval wel grappig dat hij de moeite nam om ons af te zeiken. Maar ik denk niet helemaal dat dat lukt. Omdat ja, wij zijn onafhankelijk, dus het maakt ons allemaal geen reet meer uit, toch? Nee. Is Johan dan onafhankelijk als je zo... Nee, dan ben je niet onafhankelijk. Dan ben je gewoon het marionetje van John de Mol. Maar ja, volgens mij krijgt hij 7 ton overgemaakt.
Daar roep jij ook alles. Ja. Dan heb ik er ook weinig moeite mee om geen ruggengraat te hebben, hoor. Dat is geen enkel probleem. Maar goed, jij was dus naar de vrouw van Wilfred. Ik was dus even naar de vrouw van Wilfred. Die presenteerde een boekje. En toen, daar was Wilfred ook. En ik denk, we hebben het er nog even over. Ja, natuurlijk. Wilfred, ook een heugelijke dag voor jou. Dennis! Ja. Ja, zeker. Ja. We hebben een mooie week gehad. Hij voelt zich wel een beetje lullig. Het was een bijzondere week, inderdaad. Ja. Als je dat. Ja, er is veel gebeurd. Ja, dat kun je stellen. Ik denk dat er genoeg over is gezegd. Ik lees overal in zomer een dolk in de rug hebben gestoken. Ja, en ik zie het aan je. Ja, we gaan het over. Oh, twee tonnenduifjes. We hebben geen ruzie gehad, toch? Nee, we hebben totaal geen ruzie gehad. Wat ik je ook al zei toen ik jou binnen heb gehaald, wist je natuurlijk al dat die kans erin zat. Dat het mis zou kunnen gaan vanwege jouw andere activiteiten. Nou ja, dat is helaas gebeurd. Daar konden we niet veel aan doen. Nee. Maar denk je dat het nog goed komt? Ja. Tussen ons of tussen de zenders en jou? Nee, er wordt altijd gezegd, Wilfred vindt wel weer een plekje voor Dennis. Ik vind altijd weer een plekje voor je, Dennis. Ah, dat is fantastisch. Wat een man, hè. Dus de one-liner gelijk dit, hè? Ja. Dus de man die je voor de bus heeft gegooid tot 2 keer naartoe op radio en televisie, die jouw carrière mede kapot heeft gemaakt. Nee. Je zit alweer op de knieën met je neus tussen zijn billen, hè, oude rimcoding. En je zit, godverdomme, nu alweer om een baantje te slijmballen. Je weet toch ook, joh, je hebt toch ook ruggengraat als een tuinslangwerker. Ik ben gisteren geluidsmanfoom geweest. Kijk eens aan. Nou, je mag in ieder geval die hengel voor hem vasthouden. Die andere komt ook nog wel. Godverdomme. Wat ben jij een reten, jongens. Hè? Ongelooflijk. Nou, wel leuk dat jullie lekker verliefd naar elkaar kunnen kijken. Ja, ik mag binnenkort weer komen eten. Kipwraps op zaterdag. Oh, lekker man. En ik ben blij dat het allemaal weer goed is. Tussen mij en Wilfred. En, ja. Zijn we warm bij elkaar. Maar voel je je niet genaaid door hem? Nee, kijk, weet je wat het is? Hij heeft altijd wel moeilijk gehad, weet je. Dit programma wat wij maken is niet erg geliefd bij de NPO of bij Talpa. Ja, dan moet je toch scheid in hebben. Die jongen die verdient meer dan een miljoen per jaar. En hij wou me er toch graag bij. En toen zei Talpa van, ja, Dennis moet eruit. Ja, ik snap wel dat hij niet met iedereen oorlog voert daarom. Kijk, ik had uiteindelijk... Ik voel me wel genaaid door Talpa, maar... Daar toch kon ook wel een beetje door hem. Nee, hij kon er echt weinig aan doen. Dus Wilfred, jongen. Dus Wilfred, dat is... Het is een soort, kijk de kopje nou, hoe die straalt, hoe die lacht. Ik kreeg daar warm. Je ging wel heel, heel gretig voor de bijl hier, hoor. Zo, de mythe zich. Huh? Nou, we hebben na de tijd nog gelachen met elkaar en we maken weer plannen voor de toekomst. Ah, lekker man. Nou, ik hoop dat het binnenkort weer helemaal goed is en dat je dan weer een van de kutbaantje van hem krijgt. Dan kan je binnen no time weer ermee ophouden als ik weer een keer iets gezegd heb. Vind ik wel leuk. Ja, dat sluit niet uit. Ja, zoals bekend heeft Gordon nu een hondje. Een geweldig hondje, een heel lief klein hondje genaamd Toto. Gordon geniet daar iedere dag van, maar van de week was het enorm schrikken voor Gordon. Wat was er nou gebeurd? Toto was van de trap gevallen. Gordon in tranen en paniek. Met Toto heeft hij 1-3-3, red een dier. Nee, 1-4-4, red een dier gebeld. 1-8-8, nacht. Nou over, man. 1-8-8, Gordon verkracht. Nee hoor. Nee. Ik wou het is meer 1-8-8, hij heeft zijn hondje verkracht. Want laten we eerlijk zijn, zoals jij het retenkind van Wilfred bent, die Toto, die wordt ook als een rotte tomaat uitgewrongen om elke cent en druppeltje aandacht te krijgen. Nou ja, hij was dus van de trap gevallen. Ja, donder toch op, man. Dus elke dag is er weer wat met dat kuthondje. Ja, maar het kan toch dat het hondje van de... De reden dat hij dat hondje heeft genomen is omdat die bipolaire aandachtsjunk, die zit gewoon weer verlegen om extra aandacht. En hij heeft nu niet een of ander vriendje waar hij mee kan koketteren of het gaat weer goed met zijn psoriasis op zijn ellebogen. En nu heeft hij dus dat hondje en heb je hem deelt het, oh mijn hondje dit en mijn hondje dat en kijk, geef mij aandacht want ik heb een hondje. En op een gegeven moment heeft hij weer ergens anders aangehopt en dan is het... Dat Toto zou wel verschutting. Ik denk dat die Toto door de play spoelt als hij daar extra airtime voor krijgt. Nee, Jan. Ja, dan denk ik echt serieus. Die gozer doet alles voor aandacht. Nu deelt hij met dat hondje. Hoe die deelt met dat hondje op zijn Instagram. Wat is er nu? Hij komt met een eigen show met het hondje. Vind je het geen geweldig mooi hondje? Ik vind het een bok lelijk hondje. Hij heeft nu ook al kleding gekregen van Gordon, hè? Ach, hemeltje. Hond maar goed, Gordon begint met hun eigen show, samen met zijn hondje Toto. En het heet Gordon Los met Toto. Wat gaat Gordon nou doen? Mensen die alleen zijn, mensen die zich vervelen, kunnen Gordon een berichtje sturen. En dan komt Gordon langs met zijn hondje om mensen op te vrolijken. Gordon is echt gewoon een take. Die gaat op iemand zitten en die zuigt hem helemaal leeg. Hoe ziet dat er denk je uit? Weet je, ting dong, Gordon met die hond, camera aan de aanslag. Ah, kijk hier, dit is Toto. Oh, wil je Toto vasthouden? Zo'n oude bejaarde met een dwarrelvoet en een hangoog. Die krijgt dan dat kuthondje op hem gesmeten. En dan gaat Gordon ernaast zitten. Oh, lief hondje. Zo in die camera kijken. Lief hondje. Mijn hondje Toto, lief. Hè? Leuk hondje Toto. En dan hop, als die camera uit is. Ja, dag. En dan gaat hij weer naar een volgende mogoltje.
Ja, het is verschrikkelijk. Mijn bezie, die wordt af en toe wel 's nachts wakker en dan denkt hij, wat ben ik in beland? Zit ik met een of andere paffige koopjunk in een huis in Blaricum? Weet je wat, krijg de tering maar, ik spring van de trap af. Nou, dat heeft hij dus overleefd. En kon Gordon weer aandacht mee krijgen. Toto is niet gegooid. Toto is ook niet uitgegleden. Toto is gesprongen. Die was het zat. Zeker weten. Gaan we weer naar ons meest gewaardeerde rubriekje over onze lieveling. Onze schat. Patty, Patty, Patty! Patty, Patty, Patty! Ja, Dennis, deze wil ik toch wel even oppakken, if you don't mind. Pak jij maar een keer iets op. Kijk, hier heb je dus achter ons een foto van, bijna een mummie, het veenlijkie en de Spaanse voetballer. Haar moeder heeft een luchtweginfectie. Ja, nou, het gaat steeds beter. Moet ze daarom ook die moeder haar hoofd soort vasthouden, alsof het een soort buikspreekpop is. Maar goed, daar zitten ze met elkaar en Patty is heel erg aan het lachen. Goh, wat hebben we leuk. Mama is bijna dood, de Spaanse voetballer is ook blij dat oma het nog doet. Gooit er een kwartje in en ze kan weer een dagje verder. Maar, dit is niet de originele foto, Dennis. Want, ik zou je vertellen, ik kreeg een andere foto toegestuurd. Ja, want op Instagram zie je een foto met mooie mondkapjes op in het verzorgingshuis, of waar die vrouw nu ook ligt. Maar ja, daar doe ik toch een andere foto op. Ja, want Patty en die Spaanse voetballer die dragen een mondkapje omdat de oma Mummy bijna dood was. Was het niet? Ja. Maar dit is de originele foto. Ho, ho, ho. Die gooide ze eerst op Instagram. En toen keek ze, oh wat leuk, veel likes. Dacht ze, wat schrijft die nou? Moet je geen mondkapje op? Je moeder was toch ziek? God, de tering, delete. Priscilla! Mondkapje! Nou, Priscilla die pakte zo uit de voetbaltas nog twee mondkapjes. En dan hoppen de poppen de pooien. En toen opeens was er een foto met mondkapje. Godverdomme Pet, je probeert de boel te blazen. Maar houden wij niet van bij roddelpraat. En ik heb nog nagevraagd, want we hebben ooit heel lang met elkaar gediscussieerd over het feit of zij nog alcohol drinkt. Jij zegt van wel, zij zegt van niet. Ze rookt niet en ze gebruikt ook geen drugs. Ze is helemaal clean. Wie zegt dat? Nou, dat eerste hand. Iemand van Talpa. Dus ze rookt niet? Nee. Ze drinkt niet? Nee. En ze snuift ook niet meer? Nee. Patty Brad snuift ook niet meer? Nee. Oké. Okay. Dus. En vanaf wanneer is dat? Vanaf gisteren? Ja, erom, man. Ja, maar hoe kom jij er steeds bij dat ze het nog wel doet dan? Omdat ik bronnen heb. Ja, ja, maar goed, wat zeggen die bronnen tegen jou dan? Dat, die ligt de hele dag door te snuiven in de nest, joh. Ja, maar dus er loopt iemand naar jou toe. Hé, hey Jan, ik heb Betty. Wist je dat ze de hele dag loopt te snuiven? Ja. Nee, oh, je weet, joh, dat kan toch gewoon niet. Nee, maar ik zou je zo ook eens tegen vertellen. Nou. Het is wel eens gebeurd. Maar... Het is wel eens gebeurd. Deze week nog. Deze week weet ik niet. Vorige week? Nee, dat komt door de avondklok. Hè. Maar ik kan mijn bronnen niet meer spreken. Die spreken altijd in het donker. Ja, hou je bek, man. Je bedenkt... Nou, hoezo hou je bek, man? Je bedenkt dat. Nee. Dus... Patty, Patty, Patty. Opgestuurd gekregen, toch? Ja. Toch, hè? Nou, maar serieus. Je bent toch net een oude lesbie? Of, ja. Transformers. Ja, pakken we hem op. Gaan we daar. Jan! Je kan het, Jantje! Woehoe! We zijn bij ons meest bekritiseerde rubriekje, maar wel altijd gezellig. Transformers! Transformers! Jan, iemand heeft een portrettekening van jou gemaakt. Ja. Daar was je minder gelukkig mee. Nou, ik zie er een beetje... uit als een oude lesbie. Maar dat zie je dus vaker bij mannen van mijn leeftijd. Ik begin ook een beetje op leeftijd te komen. Dat is ook net hetzelfde met Matthijs van Nieuwkerk. Is toch net een oude lesbie? Dat zie je ziet, mannen worden uiteindelijk een soort oude lesbie. Nou, er is dan een vrouw geweest. Die had waarschijnlijk net even te veel tijd in het leven. En die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga Jantje Roos eens even tekenen. Nou moet je nou eens even kijken, zeg. Ze godverdomme net een oude pot. Ja, maar hij lijkt wel heel goed. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik kan het niet zo goed. Nee, het is knap getekend. Het is gewoon heel mooi. Behalve dat het mijn mond een beetje scheef is. Het maar... enige wat niet klopt is dat je op deze foto een nek hebt. Sorry. Maar je hebt hier echt gewoon een nek. Voor de rest dat hele dunne vlassen gaan. Nou, ze heeft je iets meer haar op het hoofd gegeven. Ja, goed. Dit zegt zoveel over jouw onzekerheid. Dat je een draai je hoofd eens onder mij. Heel in.
Ja, zelfs dit heeft ze goed gemaakt, die remtjes in, maar die loopt met jou helemaal niet recht. Waardoor je altijd zegt dat ik een soort van Tia heb, maar jouw gezicht staat ook enigszins scheef. Ja, goed, maar mijn ogen kijken wel recht uit. Dat is het grote verschil tussen jou en mij. Chameleon. Ik vind dit een kunstwerk en het lijkt sprekend. Roy Donders weer helemaal terug naar liposuctie. Ja, dat is... Ja, die was lekker, hè? Roy Donders straalt na liposuctie. Roy Donders is dus naar Turkije geweest om weer helemaal een andere Roy te worden. En hij ziet er weer helemaal sexy uit. Wat zeg jij, Jan? Nou, hij is inderdaad wel veranderd, laten we het zo zeggen. Ja, hij is... Die kan zo ook bij onze Transformers. Want hij is nu opeens, ziet hij eruit als een man. Dat deed hij niet. Hoe zag hij eruit dan? Was toch meer een beetje poffig wijf met het staartje. Was niet echt een man. Nee, hij heeft zich nu een soort laten verbouwen als man. En hij heeft dus zijn vet laten wegzuigen van zijn pens. Ja. Nou, misschien moet ik dat ook een keer doen in Turkije. Baudet heeft zoiets ook ooit gedaan. Dus het is wel helemaal hip. Baudet? Ja, die heeft het toen laten wegvriezen of zo. Zijn vet? Ja, laten vriezen? Ja, dat wist ik dus. Dominique Weesie, die ging dat doen. En ik wist dat van hem weer, dat Baudet dat had gedaan. En toen ging Dominique het doen. Dominique, die heeft een uitgeteerd rokerslijf. Die is toch helemaal nergens dik? Nou ja, hij vond alleen zijn portemonnee van onze belastingpoet. Nou, hij vond zichzelf altijd nog enigszins te dik. Ah, die man is niet goed bij zijn hoofd. Nou jongens, ik ben hier degene met een iets te hoog BMI. Ja. Dennis heeft natuurlijk een paar van die spektietjes, maar voor de rest ziet hij er aardig uit. Ik laat het niet doen, want ik ben namelijk gelukkig met mezelf. I love myself. Me and my fat body. Mocht een bedrijf zijn die ook iets doet met bovenbuiken, dan kom ik toch wel graag langs. Ik ben er niet vies van. Ik denk dat ze met het sap uit jouw spektietjes zo Afrika blij maken. God, de tering, wat een lellen, joh. Nou, misschien kunnen we een ruil doen met een vrouw die een bosvergroting wil. Fijn, dit wordt de plaats. Roy heeft wel nu een nieuwe hit met zijn nieuwe clip, want dit is uit zijn clip. En ik ben heel benieuwd... Wacht, is die ook gaan zingen? Nee, die zong altijd al. Nou, kijk maar... Zong je altijd al? Ja, misschien vind je het mooi. Roy Donders met Halte Onbekend. Samen stappen wij op de trein. Samen. What the fuck is dit? Leven kan zo mooi zijn. Ah, het avond... Oh, oh. Hé? Hij was toch die... Ik ken hem van het programma, had hij daar nog een dikke kop en alles, maar dat hij als een soort Brabantse frietboer lelijke jurkjes aan het verkopen was. Nu opeens is hij zanger. Ja, nou ja. En zonder accent zing hij. Samen! What the fuck is dit? Ziet u wanneer zijn zanger dan? Nou ja, hij zong wel vaker iets, bijvoorbeeld Ik ga voor goud. Dat vond ik persoonlijk een mooi nummer van hem. Ja, maar ja, ik weet dat jij van slechte muziek houdt, maar dit is toch verschrikkelijk? Dit is toch helemaal nikszeggend? Nou ja. Zoek dat eens op. Ik ga voor goud. Was hij toen nog dik? Ja. Eens kijken of het toen beter klonk. Oh, je bent serieus, joh. Ja, die wil het beter, hè? Ik geef je harde krullen en een kleur die nooit verdwijnt. Ik heb bij jou een gas in de ozonlaag, zodat de zon er altijd schijnt. Ah, ik ken van de tekst, joh. Het is wel heel erg. Feesten, geef mij een kans. Ik laat je zien hoe mooi het leven is. Met glitter, steentjes en pamfletten. Om neer een nieuwe glans. Ja, daar komt-ie! Laat het nu maar horen. Zeg waar je van houdt. Vijgen is echt Dennis, zilver. Maar dat jij die tekst letterlijk mee kan zingen, dat is toch ook ongelooflijk. Een woord met drie lettergrepen krijg je niet uit je bakkers, maar zo'n achtelijk nummer van Roy Donders kan je gewoon meebleren. Het is toch ongekend. We zijn bij de boodschap. Gelukkig. Moest daar zo geschreeuwd bij worden. Ja, ik wou enthousiast doen even. Kondig de boodschappen maar aan, Jan. Het is tijd voor het reclameblokje. Ja, Jan, dan is het normaal tijd voor een sponsor. Waar we lijken niet alleen geboycott te zijn door Talpa. We hebben ook geen sponsor. Meen je jongens, niet. Dat stelt me toch teleur. En op het moment dat we nu de strijd moeten winnen van onafhankelijkheid. Goed. Wilt u nou bij ons in het blokje? De spelregels zijn heel duidelijk. €500. En dan wordt u heel mooi en uitvoerig besproken in het blokje. En de verkoopcijfers gaan dan. Ondernemers Nederland, laat je horen. Mail naar
Mail me dennis@gmail.com en dan lig je hier op tafel. Maar goed, als we niet op die manier geld moeten verdienen, dan moeten we het toch eigenlijk gewoon via de donaties van jullie doen. Backme, roddelpraat.backme.org. Help ons mooi maken, help ons dit programma maken. Neem die 5 eurotjes, maar je kan ook kiezen voor een iets duurder situatie, dat je ons iets meer doneert. Omdat we natuurlijk onafhankelijk zijn en willen blijven en onze Danny geen werk meer heeft, kan je ook naast 5, 10, 20 en 50 euro per maand overmaken voor deze verwennerij. Ja, en voor welk bedrag je ook kiest, je krijgt iedere week een extra uitzending. Ja, je krijgt niks extra's als je meer doneert. Behalve dan dat wij meer van je houden. Ja. Hoe lekker is dat? We hebben jullie echt nodig, want zo strijden we voor onafhankelijkheid. Het is ook met moeilijk strijden met een analfabeet, hoor. Ja, god, dat zal me kraken. Talking about, we hebben natuurlijk de nieuwe trui. We hebben weer een nieuwe trui. Want in onze strijd hebben we medestrijders nodig. We hebben de nieuwe roddelpraatrui onafhankelijk. Hoe mooi is dat? En het erge is, de Make Young Rose Great Again trui loopt als een tiet. Ja. Daar schaam ik mij een beetje voor. En de badjassen ook. Maar deze week dus een nieuwe trui, onafhankelijk. Wij zijn nu onafhankelijk, maar eigenlijk wil toch iedereen onafhankelijkheid. Dus straal het uit met deze fantastische trui of t-shirt. Zo is het. Want laten we eerlijk zijn, in deze moeilijke tijd van onzekerheid, wat is er mooier dan onafhankelijk zijn? Precies. Precies. En denk jij nou van, ik ga vandaag of morgen ook de binnenstad afbreken. Hoe mooi zou het zijn dan als we op die beelden die trui zien? Of niet, Jan? Ik weet niet of dit goede reclame is. Als jij denkt, ik ga gewoon lekker, als de avondklok ingaat, voor de buis zitten, dan is dat toch fantastisch in die trui. Ja, en bijvoorbeeld je vrouw zegt tegen jou van, Henk, zullen we naar die leuke knikkershow kijken? En je hebt je onafhankelijkheidstrui aan, dan zeg je, hou godverdomme je bek, ik bepaal zelf wat ik kijk en haal biertrut. Kijk, kan ook. Ook dat is onafhankelijkheid. Ja, ook dat is onafhankelijkheid. En als je in bed ligt met net een nieuwe drama en je stoort 3 keer en je komt klaar en zij denkt, nou, wat is dit nou? Dan heb je daar scheid aan. Ook dat is onafhankelijkheid. Ja. Of is dat petty? Wat heeft dat nou met petty te maken? Ja, niks. Maar als je nou thuis zit, je bent helemaal doorgesnoven en je krijgt daar veel kritiek op, dan past die trui beter bij je. En dan zeg je onafhankelijk. Ja, dan kun je oude rotten. Petty is ook onafhankelijk. Flikker nog even 1,5 gram marcheerpoeder erin. Kun je oude rotten. Samen met die Spaanse voetballer van een zoon van je. Hoppatee. Maar Petty zit bij Talpa. Is dat onafhankelijk? Nee, dan ben je een soort lijfeigene. Gaan we nu naar Rogier. Oh, leuk! Hebben we ook op een trui staan. Kun je hem nog 1 keer erin gooien? Leuk! Oh, leuk! Wat is er met Rogier? Rogier zit op Grindr. Dat is toch Tinder voor gay boys? Ja. En op zijn profiel staat Kiss, Suck and Let's See and Fun Only. Wat zou dat betekenen? Ik denk dat jij Engels probeert te spreken. Ja. Kiss, suck, dat is zoenen, zuigen. Ja. Maar daarna werd het te moeilijk. Nog 1 keer. En let's see and fun only. En let's see. Ja, laat het en zien. En fun only. Laat het zien. Wat en alleen maar plezier. Daarmee? Nou, dat hij waarschijnlijk geen relatie met je wil of een of ander kutprogramma bij RTL wil presenteren. Maar dat hij gewoon even lekker met je wil wippen. Ook staat daar de afkorting NSA. No strings attached. No strings attached. Totale staatsmogol die je bent. No strings attached. En wat betekent dat? Geen stringetjes, graag. Dat hij dan zeg maar alleen. Hij wil liever niet met stringetjes. Ja, hij wil liever dat je een bosje shortje aan. Ja, maar hij is toch homo? En dan wil hij dus gewoon mannen met een boxen. Dat is het. Nee, wat, ja, oké. Je weet echt niet wat het betekent? Nee, strings, ik weet Jezus niet wat... Jezus Christus. Dat hij wil geen vaste relatie, geen touwtjes eromheen binden. Dus hij wil gewoon lekker pikken, pakken, porretje ruiken, zeg maar snorretje. Even elkaars kaneelpijpen leeg lurken en dat was het dan weer. Hmm. Maar je bent... Oh ja, hier staat ook, in goed Nederlands betekent dit geen verplichtingen. Ach, hemeltje lief. Dus eerst is het no string. En uiteindelijk spreek ik goed uit, weet je niet wat het betekent. En staat godverdomme de betekenis er nog onder. Amen. Volgende coachjunk, Wendy van Dijk. We zijn eerst naar WTF. Maar dan weet je wat er zo aankomt. Oh, het duurt allemaal zo lang bij jou, vriend. Och, de coronarellen. Ja, dat is nu in iedere stad gaande. Maar we hebben nu een nieuwe verslaggever erbij. In Amsterdam was het natuurlijk tot 2 maanden toe helemaal mis op het Museumplein. Hoezo, we hebben een nieuwe verslaggever erbij? Wie? Dave Roelving. Och, hemeltje, ja. Ik heb dat gezien. Komt-ie.
gewoon zitten. Ze blijven gewoon zitten en mijn mensen weghouden. Kijk, dat ze krijgen beuken houden. Ze krijgen beuken houden. Dit is slecht. Kijk, dat ze blijven gewoon zitten, gap. Ze blijven gewoon staan en zitten, gap. Dit is echt leuk, vriend. Kijk. Kijk, dat is... Kijk, dit dan, gap. Dit is echt leuk, vriend. Wow, yo. Moet weg hier, ouwe. Dit is een zoontje, vriend. Geloof mij nou, dit is één gek. Ja, Dave Roefing deed dus verslag op zijn eigen Instagram en deed dat op zijn manier. En heeft nu perskaart aangevraagd, want hij wordt verslaggever. Ben je onder de indruk, Jan? Je bent ook verslaggever geweest. Hij zou ook trouwens op die manier verslag kunnen doen van jouw seksleven hier. Van jou, ouwe. Hij stopt er weer in, ouwe. Hij begint te spuiten, ouwe. Het is klaar, ouwe. Van jou. Hij gaat maffen. Hij gaat maffen, ouwe. Dat meisje ligt helemaal voor lul, ouwe. Oh, ja, die vond ik dus echt heel erg leuk. Nee joh, maar het is natuurlijk waanzinnig dat die jongen dit doet. Maar... Ik heb nu dus echt de laatste tijd, sinds ik dit met jou doe, heb ik minder dit, hè? Ja, natuurlijk, de ja. De dames denken één, dat ik echt zo schil kijk als een otter. Twee, dames denken... Die zien het toch ook? Dames, het toch ook? Dames denken dat ik een soort van BH'tje voor heb. En drie, dames denken, ja, ik kan wel kopen, maar op seksvlak is het een soort van drama. Ja, normaal, nou, en wat klopt er niet? Normaal krijg ik al bericht, ik kom niet naar jou, want ja, jij wil maar één keer seks en dan weg. Ja, nou, dan probeerde ik dat goed te maken, maar nu moet ik met hele andere facetten strijden. Ja, ik verneuk niet alleen je carrière, maar ook je seksleven. Ook ja, en ik heb er lol in. Het spijt me. Het is niet leuk, ouwe. ja, maar een dikke ouwe, ook nog wat anders, Jan. Weet je trouwens dat ik vandaag jarig ben? Je hebt er niet eens wat over gezegd. Ongelooflijk. Je bent jarig paard, vandaag, hè? Ja. Dat zijn we vergeten. Even tussendoor, dan mag jij gaan zingen. Jij wil er is er een jarige inzetten. Ja, ja. En Robert-Jan de Badjasman begint het wel gefeliciteerd. En misschien is het ook leuk als de kamerman in meedoet. 3, 2, en... Er is er een jarig, hoera. Kom maar. Dat kun je wel zien, dat in Jan. Wij vinden dat alles zo prettig. Ik ben dit zo zat, jongens. Nou Jan, tot zover jouw verjaardag. Gaan we weer verder met... Ontzettend bedankt jongens, spontaan, leuk. Dat cadeautje krijgen we waarschijnlijk na de uitzending. Tjoe. Misschien u kunt Jan een cadeautje schenken door te doneren op rollapparaat.backme.org. Het vervelende is dan alleen dat je de helft van mijn cadeautje krijgt. Nou ja, goed. Samen spelen, samen delen. En tenslotte hebben we ook gedeeld dat we allebei geen baan meer hebben. Ja, ja. Ja, dat was ik wel eerder in dan jij. Ja, dat klopt. Maar nu we toch bij al dat geweld zitten en al die demonstraties. Kijk, Wendy van Dijk bijvoorbeeld. Die heeft het heel erg te doen met de politie, want zij heeft het jaren als politieagenten gespeeld. Ik las dat, joh. Hey, maar dat is toch ongelooflijk, hè? Die Wendy van Dijk, ja. Weet je, die meid die kan er ook weinig aan doen. Die gebruikt dezelfde oppepper als Gordon en Patty. Veelvuldig. Oh, daar heb ik trouwens nog wel een scoopje over. Dat heb ik ooit beloofd aan iemand om dat nooit door te vertellen. Maar dat doe ik nu wel. Het gaat namelijk ook over John de Mol. John de Mol die heeft een huis op Ibiza. Ook al. En er waren dus, ja, net, al die junkies hebben dat. En, nee, John snuift niet. Nee, oké. Voordat we daar ook maar Wendy en haar man Galjaard, die gingen daar dus op bezoek. En die waren zo absoluut zwaar doorgesnoven. Oh. Dat John de Mol ze het huis uit heeft geflikkerd. En op het vliegveld heeft gezet. Ze mogen nooit meer bij John de Mol in zijn villa op Ibiza komen. Omdat ze zo doorgesnoven waren dat John zei, nu oprotten. Dus, hoe lang is dit geleden? Nou, het is wel een aantal jaar geleden, maar het is wel gebeurd. Maar hoe weet je dat het echt is gebeurd? Omdat ik dit maar jij hebt wel hele goede bronnen ja, in Ibiza, dit, nee, ik, nee. Want jij weet dat daar... Al die playbayers zitten op Ibiza. Maar dit heb ik gehoord van iemand die wekelijks contact heeft met John de Mol. Dus dit is gewoon echt... Die persoon niet zorgen dat wij daar weer pand in mogen? Dat wordt lastig. Dat heb jij goed jij verpest. Hebt dus... Dat meisje, dat is natuurlijk... dat is nou helemaal zo, maar goed... Nee, maar is het echt waar? Dat is echt waar. Dat is 100% waar. Dat maakt niet zoveel uit. Maar waar het nu over gaat is dus dat Wendy van Dijk een of ander kutrolletje speelt in een of ander kutserie. Moordvrouw, heb ik nog nooit gezien. Heb je dat gezien? Ooit? Ja, ik vond dat altijd een hele leuke politie-serie. Met ook Thijs Reumer. Die heeft een hele leuke oom. Ja, dat heeft me trouwens het eerste baantje gekost. Wat? Wendy van Dijk en Thijs Reumer. Ja, jij had verteld dat die met elkaar naar bed gingen. Ja. Maar dat is niet waar.
Nou, dat was wel waar. Alleen toen ben ik voor het eerst door SBS afgebeld. Waren die toevallig ook doorgesnoven toen? Dat weet ik niet. Oh, maar die lagen wel met elkaar te catchen. En dat vertelde ik toen in een interview. En dat bleek niet goed te zijn. En toen ben ik de volgende dag is de afspraak met mij in SBS afgezegd. Dus het ligt allemaal een beetje gevoelig. Dan zijn we nu bij ons gesponsorde rubriekje. Oh. De Phoebe Toys Gouden Dildo en Gouden Buttplug. En die gaat naar de BN'er van de week. Maar voordat we dat bekendmaken, hebben we eerst een mooi product van Phoebe Toys. Ja, en wat hebben we deze week, Jan? We hebben deze week Good Vibes Only, de Leda. Tenminste, daar staat Leda onder. Dus. En wat is het? Nou, ik ga je vertellen wat het is. Het is een vibrator. Net als dit. Dit is geen dildo, maar hij kent het verschil niet. Leg het verschil nou een keer, man. Een heel leuk speeltje. En hier zit op dat speeltje een konijntje. En wat doet dat konijntje? Ja, je kent dat hele plekje niet. Ja. Maar dit is voor je deurbelletje. Hier doe je je kittelekatsie ertussen. En dan zet je hem aan. Dat is dat ding groot, hè? Is dat ding groot? Ja. Vind je dat groot? Ja. Echt? Ja. Nou, ze krijgen bij mij een slap zo klein, maar goed. Enfin, wat doe je hier nou mee? Deze gaat in je toedeledokie. Deze, dit konijntje, die gaat een beetje snuffelen aan je deurbelletje. Kan je hem aanzetten? Trilt hij? Krijg je een climax? Ja, hoe moet je dat uitleggen aan Dennis? Dat betekent dan dat als het klaar is, dat een meisje blij is. Stel nou, dit is zo de ingang. Ja, daar gaat hij. 1, 2. Hoppla poppie. Ja, en dan zit hier dan je deurbelletje zo. En op het moment dat je dus erin zet en denkt, oh wat lekker, jee, ik voel wat. Dan gaat deze dus, kijk, die oortjes van het konijntje, die pakt dan even je kittelieklatsie tussen de oortjes en die gaat er zo aanlopen te hunnissen. En op een gegeven moment denk je, god, wat is dit leuk, oh wat is dit gezellig, ik denk dat ik kom en dan ben je er en dan hop, kun je eruit en dan, wat een sick idee. Krijg je daar plekken, en dan ga je maffen. Krijg je daar plekken van in het bed? Nou ja, als je het goed doet, uiteindelijk wel natuurlijk. Nee, dat is niks voor. Hoe mooi is dat product? Bestel het, dames, als je kijkt. Ja. Maar dan is nu de bekendmaking van... Ik weet niet of deze man hier nog bij ons lang blijft. Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar als je wel wat wil, bijvoorbeeld zo'n dingetje of iets anders, bestel het op... phoebetoys.nl voor al uw speeltjes. Mooie producten. Dan is nu het moment om de BN'er van de week te ontrafelen. Tom Groffel. Te ontrafelen? Ja. Ga je een BN'er van de week ontrafelen? Ja. Oké. Okay. Jan Tromgeroffel. Glennis Grace. Ah, onze Glennis Grace. Ja. Deze gaat haar kant op. Want wat is nu het verhaal? Dan komen we toch nog even terug bij Talpa. En dan is het ook klaar, want we zijn niet rancuneus. We zijn strijdbaar. En onafhankelijk. Bestel hem. Op roddelpraat.shop. Ja. .nl. Rollbaan shop. Talpa besloot dus de stekker eruit te trekken, eigenlijk door klachten van Glennis. Nou, ik zal hier dus even het officiële standpunt vanuit Talpa voordragen. We hebben Dennis Schouten gezegd dat we alleen nog met hem willen blijven werken wanneer hij zich niet meer bezighoudt met content die zich onderscheidt door smakeloze grappen en het kwetsen van mensen. Daar willen wij ons niet mee associëren. Die toezegging heeft Dennis niet willen doen. Wat betekent dat we de samenwerking met hem nu hebben beëindigd. Maar dat zegt dus eigenlijk, er heeft nooit iemand tegen mij gezegd, wil jij stoppen met smakeloze grappen en kwetsen van mensen? Dan heb ik gezegd, nou dat doen we niet. Dus nee. Dus, ah goed, even het wat enigszins uit zijn content context. Context getrokken. We hebben echt een autocue nodig. Nou, misschien moet je gewoon een stel hersenen proberen heel ergens op de kop te tikken. Ja. Afijn. Maar nu komt het dus. Roddelpraat, dat Schouten presenteert met Jan Roos, zorgde onlangs voor ophef toen het presentatieduo een vlog bespotte waarin Glennis Grace haar zieke vader bezoekt. Dit heeft Talpa doen besluiten een punt te zetten achter de samenwerking met de presentator. Ja, en dat is dus een grove leugen. Punt is, ten eerste, wat we bespraken was namelijk de eigenlijk bijna zieke manier waarop Glennis Grace haar vader gebruikte om in de spotlights te komen, terwijl die man daar lag te sterven. Die lag in dat bed en zei alleen maar, kijk pap, kijk eens naar het vogeltje. Nou, 2 dagen later was hij dood. Dat hebben we besproken, maar dat is meer dan een maand geleden. Dus ze hebben achteraf dat als motief erbij gezocht. Ze hebben jou ontslagen, want die Paul Reumer ging jou chanteren en ging jou bedreigen.
Toen zei jij, fuck you, ik verdien mijn poen wel met donaties. Haal jij het ook bij enigszins uit de context. Nee, maar dat is wat is. Ze hebben dit erbij verzonnen. Ze hebben echt gezocht naar iets waarom ze dus uiteindelijk achteraf dit goed konden praten. Kan niet anders. Want anders hadden ze je toch gelijk erop aangesproken. En vervolgens heeft Glennis op Instagram gezet iets van karma is a bitch, toen bekend werd dat. Ja, dat is wel schattig. Ach ja, maar kijk, Glennis Grace kun je niet kwalijk nemen, want die kan net zoals jij ook woorden dan meer dan drie lettergrepen niet uitspreken. Maar kijk, dat meisje die zei op een gegeven moment, karma zal je pakken. En nu werd jij dan ontslagen, zei ze, zie je wel, karma heeft je gepakt. En toen, ja, en Talpa denkt dan, laten we dat dan maar als reden neerzetten. Maar dat is gewoon natuurlijk allemaal onzin. Ja, maar ons Glennis zou Glennis niet zijn. Glennis heeft een kritisch interview gehad. Ze ging bij een vriendin op de koffie en... Ja, dat zal alweer helemaal Robert Rodenburg kritisch zijn. Nou, heb je ook nog een leuke vraag voor mij? Leuk. Glennis met haar vriendin Jamie Lee. Alright. Heerlijk. Hey, ik vind het zo leuk dat je er bent. Oh, zo leuk. Nee, ik ben echt te blij. Ja, heel blij. Superleuk, ja. Zo leuk. Voor mij leuk. Ben jij zo leuk. Een punt van leuk. Mijn moeder samen als naar een Soundmix show keek. En wij wisten niet wat we hoorden toen jij... Ja. Weet alleen nog niet hoe oud je dan toen was. Ik was net 15. Ongelooflijk. Oh, zo jong. Ja, ik was echt... Hoe lang duurde dit? Ja, het was echt... 30 minuten lang krijgt Glennis te horen hoe goed ze is, hoe mooi ze kan zingen. En op een gegeven moment wordt er gezegd... Ik heb meerdere imitaties gezien van jou betreffende Whitney Houston. En op een gegeven moment lijkt het zo, Whitney, jou imiteert zo goed bij je. Oh. Ja, dat ben ik. Nou, Whitney Houston verzuipt zichzelf nog een keer in het bad als ze dat hoort. Ongelooflijk. Heeft hij zichzelf laten verzuipen? Nee, die was doorgesnoven en toen verzoopt hij in een bad. Echt? Ja. Oh, dat weet ik dan niet. Nee, nou ja, er gebeurt nog wel eens hè, dat je iets niet weet, Dennis. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Een laatste vraag. Wat zou je doen als je wordt gevraagd voor de voice? Kun je die kop één keer nadoen? Ik vind, ja, is toch prachtig. En het mooie is... Ze weet wat eruit komt. Ze weet exact welke vraag. Want dat hebben ze met elkaar doorgenomen. Ja, en gemaild en geappt. En toen heeft die Glennis gezegd tegen haar... Nou, als je nieuws wil, moet je even vragen over de Voice of Holland. En nu gaat die meid met die grote wenkbrauwen... Die heeft helemaal spontane vragen. Wat zou je doen nou, als je wordt gevraagd voor de Voice of Holland als coach? Ik was in de running, hè, dit jaar. Oh! En voor... Oh. Welk jaar? Wat? Wat? Nieuwtje? Afgelopen... Ja. Echt? Oh. Heb je van die screening dingetjes gedaan? Nee. Oh. Ze hadden me daarvoor gevraagd of ik dat wilde doen. Goh, wat een nieuwtje. Ja, tuurlijk. Spontaan. Oh ja, dat wel. Oké, ja. Heel spontaan. Als ik echt serieus die vraag had gehad, had ik er wel over moeten nadenken. Waarom? Omdat het heel veel tijd inneemt. Luister. Dus we hebben een gemankeerde Whitney Houston nadoener. Die echt... Nou, dat is een kermis- en braderiezangeres. Die staat voor 20 man bij een bedrijfsfeestje in Nibbikswoud staat ze te zingen. Die zou er heel lang over na moeten denken of ze bij een van de grootste shows van Nederland, The Voice of Holland, als jurylid mag komen. Dat geloof je toch helemaal niemand? Ze is gewoon afgewezen. Maar in ieder geval, Glennis, de Gouden Fibo van... Fibitoys.nl is deze week voor jou. En we sturen hem naar je op. Ja, en we hebben er maar één boodschap bij. Karma is een bitch. Zou jij hem bij Glennis willen inbrengen? Daar reageer ik niet op. Maar karma is dat jij dus niet coach bent geworden bij het kutprogramma van John de Mol. Karma is a bitch, bitch. Mooi man. Ja. Karma is a bitch. Mooi man. Vond een goede uitzending. Ja, dat was fantastisch. Jan, we zijn bij de afsluiting. Spreek de kijker eens goed toe. Lieverds, bedankt voor alles. Steun ons op roddelpraat.backme.org. Want dan krijgt u iedere week een extra uitzending. En we zijn nu groot bezig met onafhankelijk te worden... Maar daar hebben we echt jullie bij nodig. Bijvoorbeeld de onafhankelijkheidstrui. Maar wat je nog veel beter kunt doen om echt bij de familie te komen is donateur worden. En dan krijg je van ons een geste, een cadeau, een fantastisch cadeau. Iedere week een extra uitzending waarin eigenlijk de dingen zitten die... Nou, als we die nu bespreken, dan ik ben ontslagen, dan heb ik ook nooit meer een baan.
Jan, zeg eens wat liefst tegen de kijkers om tot een mooi sluitstuk te komen. Wat liefst!